Wat is er, bro? Ze wilde wat zeggen. Wat is er? Nou. Hoi! Goedemorgen! Wow. Zo, dat is eventjes gedaan. Lekker een frisse mond. Gadver, ik vind het altijd zo rot als ik mijn tanden niet kan poetsen in de ochtend. Maar gelukkig kan dat nu wel, want ik ben lekker thuis. Gelukkig komt dat niet heel vaak voor. Licht uit. Mijn nieuwe licht. Ook uit. En de deur dicht. Hoppakee, de sleuteltjes pakken we ook. Het is vandaag alweer dag 8 van de 30 dat mijn haar er dus af zou gaan als ik niet vlog. En dat geeft me een heerlijk gevoel. Maar een hele goede morgen, jongens en meiden. Ik ga vandaag lekker de auto in, want ik moet op dit moment naar Amsterdam. Want ik ga naar de Telegraaf. Aangezien ik ben uitgenodigd om daar over mijn film te praten. Dat staat er sowieso voor mij deze ochtend op de planning. Dus ik ga even lekker naar mijn auto toe. En dan zien jullie mij daar. Zo, in de auto. Ik bedenk me net dat ik gisteren helemaal niet heb auto gereden in mijn eigen auto. En dat is echt, dat komt bijna nooit voor bij mij. Ik zit bijna elke dag wel in de auto. Net zoals vandaag weer. Maar gisteren heb ik helemaal niet in de auto gezeten. Nou, in ieder geval, op naar Amsterdam. 2 hours later. Nou, jongens, ik ben na een uurtje rijden in Amsterdam aangekomen. Hier is de Telegraaf, dus daar ga ik naar binnen. Ik zit in de visagie. Ik ben net wel eventjes in de studio geweest waar we dus straks gaan zitten. Het is een soort van talkshow waar ik dus aan meedoe. Ja, jij gaat even mijn make-up doen. Yes. Want dat is wel even nodig. Dus ik ga mijn camera... Nee, is het niet nodig? Nou, iedereen heeft het nodig. Oké. Nou, gelukkig. Ja. Ik ga even mijn camera wegzetten, want praten is niet heel erg handig als een make-up gedaan wordt. Nou, kijk, hier gaan we dus straks opnemen. Peter is er ook, hallo. Hey. Kijk, waar gaan we over praten straks? Over pesten, over jouw film en over... Hoeveel, Peter? Wat heb je om je arm? Kost me 4.500 euro. Oké. Is een Gucci is het. Lijf, man. En je krijgt zelfs schokken. Oh, is een schok? Oh, je wilt hem aanzetten. Zet hem aan. Nee. Doet hij het? Nee, hij staat niet eens aan. Oh, shit. Nou, we gaan in ieder geval hier dus nu opnemen. Dus ik ga mijn camera weg doen. Ik ga op de bank zitten en we gaan beginnen. Nou, dat was heel snel. Ik heb hier even mijn opnames gehad bij de Telegraaf dus om te praten over mijn film. Maar ik ga nu lekker weer terug de weg op. Ik ben echt ontzettend benieuwd wanneer de filmtrailer de 1 miljoen views gaat halen. Want dat zou echt sick zijn. Dat is nu het doel wat ik wil halen natuurlijk. Ik had sowieso nooit durven dromen dat de trailer zo snel zou gaan. Want daar ging de vragen ook net over, zeg maar. Of ik het had verwacht. Nee, had ik niet. Ik ben heel erg benieuwd wanneer die de 1 miljoen gaat aantikken. Die luchtverfrisser die staat er ook al 2 dagen. Het ruikt nu wel heel erg overdreven lekker hier. Beter dan het rioolgeurtje. Gadverdamme. Oh, jongens. Ik ben echt even op de bank gaan liggen. En ineens komt alle vermoeidheid er gewoon uit. Alle stress en alle dingen die ik de laatste dagen gedaan heb. Die slaan ineens allemaal even toe. Dus wow. Ik heb zelfs de gordijnen dicht gedaan, want het daglicht doet even pijn aan mijn ogen. Ik heb ook echt dat ik de laatste dagen ontzettend weinig en slecht slaap. Ik weet niet hoe dat komt. Maar misschien ook omdat ik gewoon stress heb van allerlei dingen. Ik moet ook zeggen, ik ben zo'n persoon die letterlijk 1 keer in de 2 jaar ziek is. Maar als ik dan ziek ben, dan ben ik ook echt heel goed ziek. Dus dan heb ik overal last van. Nou ja, liever dat dan dat ik om de 2 weken ziek ben. Zo, ik heb een powernap gedaan. Zie ik heel verwilderd uit? Ik weet het niet. Maar die had ik echt even nodig. Ik heb letterlijk even 1,5 uur geslapen volgens mij. Brrr. Voor de mensen die de uploads op mijn 2e kanaal volgen trouwens, Gio2. Als je daar nog niet op geabonneerd bent, abonneer er snel op. De video's zijn weer verder aan het gaan. Ik loop hier net voorbij en ik dacht er eventjes aan. Maar die video's die gaan dus weer verder. Want zoals jullie weten, ik was dus 10 dagen overal op offline. Maar ook hier gaan ze weer door. Wat blijft dit toch een ongelofelijk plaatje trouwens, hè? Te ziek. 1 miljoen, 100.000, 100.000, 100.000. Wauw, zo trots op. En straks misschien wel de 100.000 van de film erbij. 100.000 bezoekers. Maar ja, dat zijn nog maar dromen. Ik ben weer in Oude Tongen. Dat zie je altijd aan de rode daken. Ik zie trouwens, om even iets te verduidelijken, dat hier een hele gekke make-up plek op mijn trui zit. Dat is niet omdat ik heb geknuffeld met een meisje net in de tussentijd. Om het even duidelijk te maken. Dat is gewoon van de visagie vanochtend, die make-up. En ik heb dus blijkbaar zo gedaan of zo. En daardoor zit er nu allemaal make-up hier. Maar ik zie hier, nog een ding op de deur hangen. Volgens mij hing die er nog niet. Hoera 21. En ik ruik al heerlijk eten. Oh, dat is zo'n fijn gevoel. Eten, ja. Kijk, jongens, ik kom natuurlijk niet zomaar thuis. Ik kom niet voor het eten. Nou, ik heb misschien een beetje. Nee, maar er worden hier allemaal, kijk, allemaal voorbereidingen gedaan. Je ziet hier allemaal eieren liggen. Wat is dit allemaal? Kip curry. Hier nog allemaal dingen. Daar nog allemaal schalen. Hier staat waarschijnlijk ook nog allemaal dingen. Kijk. Er staat al een scheur.
In de scheur? Ja. Het is dus namelijk zo dat wij dit jaar onze verjaardag wel vieren. Vorig jaar hebben we namelijk niet onze verjaardag gevierd. Dus dat gaan we eventjes dik inhalen dit jaar. Want 21 is toch wel eventjes een iets leukere leeftijd dan 20. Oh, hier staat ook allemaal voorraad en opslag voor de verjaardag. Want dit weekend, oftewel morgen, wordt dus onze verjaardag hier gevierd met allerlei familie en allerlei dingen en weet ik veel wat. Komen er nog meer cadeautjes en leuke dingen. Dus dat is allemaal hartstikke gezellig. Maar vandaar dat ik even bij mijn moeder kom kijken, want die heeft aardig wat te doen. Oh, het staat allemaal hier volgens mij. Ik ruik het ook. Oh, hier, kijk. Ja, hier staat ook nog allemaal eten. Heeft ze allemaal gekookt vandaag. Bro, wat vind je er nou nog van? Oh ja, hier staat hij. Ik vind hem echt cute. Vind je hem cute? Ja. Ja? Ja, hij is echt leuk. Ik weet ook waar ik hem ga doen. Wat dan? Ik ga hem ook hier, en maar dan wel iets meer hier, denk ik. Ja. Iets verder naar beneden. Ja, je hoeft hem niet op dezelfde plek te zetten. Hij is nu echt al bijna helemaal genezen gewoon. Ik denk dat alleen hier, alleen mijn benen moet nog aangroeien, maar voor de rest niks. Ik denk dat het heel pijnlijk is, want hier is je... Nee, het valt wel mee, volgens mij. Ja, maar jij hebt hem hier, maar die hier is je wel heel goed. Ja. Ja, dat wel. Jordan heeft hem even getekend, kijk. Ja, zo komt hij eruit, zie je wel. Wauw. Nou, vind je hem mooi? Kijk ook hoe hij voor hem getekend is. Maar we hebben dus een afspraak om hem binnenkort te gaan laten zetten. Alleen wanneer ga ik nog even niet zeggen. Er gebeurt daar iets. Poes. Oh, poes, poes. Oh, poesie leeft nog. Oké, poes. Ja, ga maar weg. Heel vaak kreeg ik commentaar van jullie, of tenminste reacties over van ja, waarom laten jullie je katten aan een lijntje lopen? Waarom zitten ze in een kooi? Dat is dus omdat ze een soort van binnenkatten zijn eigenlijk. Maar we hebben dus nu een soort van experiment dat we ze de laatste tijd steeds vaker naar buiten laten gaan. En ze blijven gelukkig wel een beetje rondom de tuin, hè? Maar ja, vaak als mensen zo'n kat zien lopen, dan willen ze die meenemen. Omdat ze aardig wat geld waard zijn. En daarom lieten we ze dus nooit naar buiten. Maar we durven het nu aan. Alleen ze zijn toch al een paar keer weggelopen. Kijk, daar heb ik dan geen last van thuis. Want mijn katten kunnen toch niet het raam uit. Of de deur uit. Oh jongens, kijk. Even wat een luxe. Ja, heb jij niet, hè? Wat zeg je? Heb jij niet, hè? Nee, dat heb ik niet, nee. Nee. Zo, wat lekker dit. Kijk eens. Heb je als je boven de 50 bent? Ja, hè? Ja, dan zie je er ook zo uit als jij. Nou, ben je bijna jarig? Ja. Ja, ze is 4 oktober jarig. Dat is hetzelfde als dierendag. Ja. Dus, eerst deze verjaardag en dan ook jouw verjaardag straks nog. Ook nog? Nou. Krijg ik zeker weer een dierenbol. Ja, denk het wel. Ik ga even naar boven. We hebben Melanie natuurlijk laten huilen. Al 2 keer. Nee, ik ga er niet weer laten huilen. En nee, het is ook zeker niet de bedoeling om nog iemand te gaan laten huilen. Maar mijn moeder is jarig, 4 oktober dus. Waarschijnlijk gaat ze dit zien. Zij wisten dus ook niet wat ze voor mij als cadeau moesten kopen. Dus nu ben ik heel erg benieuwd wat jullie vinden dat ik als cadeau voor mijn moeder moet kopen. Want 4 oktober is dus al bijna. Het is over een weekje, nog niet eens. Mijn moeder wordt 51, super oud. Nee, grapje. Maar ja, wat kan je nou een 51-jarige vrouw geven? Jongens, vraag het even aan je moeder en laat het achter in de comments. Waarom ben je zo klef? Ga eens weg! Hè? Ga eens weg, vieze Rick. Hey, heb jij niet een leuke vriendin? Die ik kan daten? Ja. Waarom? Gewoon? Ja, nee. Nee? Zo, straight to the point. Oh, oké. Okay. Jeetje. Ja. Weet je zeker? Echt helemaal niemand? Nee, dan weet jij zelf beter dan ik. Oh! Heb je ook geen leuke vriend? Jawel. Ik zit aan de keuken. Hey, Jor! No. Zie je? Oh, no. Mag ik niet meer zeggen? Nee, dat mag niet. Dat mogen we echt niet doen. Dat vind je echt niet leuk. Jordan heeft een bijnaam, maar die gaan we maar niet zeggen. Want dat gaat helemaal fout anders straks. No. Mam, dit kan natuurlijk niet. Er moet een letter daaronder komen, hè? Ja, dat weet ik. Dit kan niet. Ja, maar ja, dat heb ik niet. Dat heeft ze niet. Hè? Oké, dit? Ja. Deze kleur? Ik vind dat je paars moet doen. Ja, dit is mooi. Ja, mam, Mel heeft geen leuke vriendin voor mij. Heb jij geen leuke vriendin voor mij? Nee, niet? Ja, als je op oudere dames wacht. Nou, best wel. Ja? Ja? Heb jij iemand voor mij? Ik ga eens even kijken in mijn vriendinnengroep. Nee, oké, okay, is goed. Nee, laat dan maar zitten. Nou, hoezo? Je kent ze niet eens allemaal, hoor. Oh? Nee, echt. Jij bent nooit met vriendinnen. Jij hebt echt nooit vriendinnen over de vloer. Nee, maar ik heb ze wel. Heeft mama vriendinnen? Hier, zelfs je eigen dochter negeert je. Nee, kijk eens veel. Oh. Mama heeft er maar geen vriendinnen. Nee, toch? Nee. Only and lonely. Ja. Ik heb jullie, toch?
Daar heb ik genoeg aan. Oh, wat lief van jou. Ja. En papa. Ik maak natuurlijk allemaal maar grapjes. Ik ben helemaal niet op zoek. Ik zit maar een beetje te kutten met mijn moeder. Mijn moeder zegt altijd, ja, hoe is het in de liefde zoon? Waar ben je allemaal mee bezig? En het enige wat ik kan zeggen is, ja, ik heb gewoon een camera. Meer niet. Hey, mijn vader is thuis. Maar jij hebt mij vanmiddag dat je een idee hebt voor mama de verjaardag. Ja. Niet zeggen, want mama gaat deze vlog zien waarschijnlijk. Maar? Ja, klopt. Gaat dat idee nog door? Dat idee gaat door, ja. 100%? Ja. Hoezo? Oeh, dat wordt leuk. Dat kunnen we lekker niet vertellen. Nee. Want mama gaat deze vlog zien waarschijnlijk. Ja, moet je echt niks zeggen hoor. Nee, dat gaan we ook niet doen. Ik denk wel dat ze er super blij mee is. Ja? Nou jongens, we gaan het weer even lekker een schijmpje houden. Maar dat is dus iets wat dus ook waarschijnlijk op mijn moeder de verjaardag komt. Maar dat mag ze dus nog niet weten. Trouwens, nu ik erover praat, check deze foto hier. What the fuck? Jij bent ook echt geen steek veranderd, hè? Je bent alleen 10 tinten grijzer geworden. Kijk dan. Hier, hier heb je toch ja. mooi zwart vol haar? Nee, maar ik heb het niet een beetje grijs laten maken, hè? Echt? Nee. Helemaal niet, ik wil net zeggen. Nou, ik zie er daar wel wat jonger uit, hoor. Hier? Ja. Ja, dat zeg ik toch ook? Oh, ja, inderdaad. Maar je bent gesteek veranderd, zeg jij. Ja, je haar wel. Oh. Je hebt ook nog van die stekeltjes. Ik kreeg Melanie de bolle hoofd. Oh, joh. Moeder met zwart haar. Of heel donker. Ja, en dit laten we hier maar niet over beginnen. Nee, doe dat maar niet. Maar dat idee gaat dus door. Ja, dat idee gaat zeker door, ja. Oké. Okay. Ah, de baby's. Wat een prachtige poesies zijn er toch ook. Jongens, het is 10 uur 's avonds en mijn moeder staat nog steeds te koken. Nog steeds. Nou, dat moet wel heel lekker worden morgen dan. Ja, nou moet je ruiken. Zo. Kijk eens. Oeh, shit. Ruik je het? Ja. Wat is er, bro? Ze wilde wat zeggen. Wat is er? Nou, ik denk dat ik die tattoo eigenlijk toch niet wil. Hoezo? Nou, gewoon omdat het toch voor altijd op mijn lichaam staat. En ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Sorry. Grapje bro! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ik dacht echt dat je me... Dacht ik het meende, hè? Nee, jij maakt nooit grapjes! Jij maakt nooit grapjes! Grapje, hè? Oh, jij bent kut! Wanneer gaan we het zetten dan? Ze roept me ook echt naar boven van, ik wil je even wat zeggen. Heb je iPhone al uitgepakt? Nee, nog niet. Ik ben er heel voorzichtig mee, want ik heb er eerst een screen protector laten pakken. En nu is die dus gedaan, maar ik was nu weer 2 dagen weg. Maar ik ga hem dit weekend... Ik kreeg echt... Weet je, ken je dat gevoel? Dat als je zo, dat je zo, dat je zo staat en dat iemand echt zo... Hoe? Ja, ik kreeg echt een steek gewoon in me zo van, what the fuck? Ja. Maar wanneer gaan we zitten dan? Ja, volgende week. Oké. Oh, 24 september. Nou, die kan eventjes naar 26. Ja, of niet. Heel veel plezier op mijn verjaardag morgen. Ja. Tot volgende week. Wij komen wel naar jou toe met alle spullen. Ja, ik hoop dat jullie een hele leuke verjaardag gaan vieren morgen. Ik ben er niet bij. Ja, dag. Nee, grapje. Nee, is goed. Nou, tot morgen. Ik heb er toch wel zin in? Ja, ja, zeker. Nou, doei. Nee, komt goed. Joe. Nou jongens, ik hoop dat het morgen wel een beetje lekker weer is op mijn verjaardag. Want dat is wel een beetje jammer. Tenminste, mijn verjaardag. Het verjaardagsfeest. Het lijkt alsof ik een hele week jarig ben. Zo voelt het echt. Er is niks beters dan even lekker thuiskomen met 1 dikke dunner hier. Wat lekker. Wil je ook een hapje? Oh jongens, dat heb ik hier toch een trek in. Ik voel me altijd zo slecht als ik dit eet, maar het is zo lekker. Mm. Jongens, ik ga slapen. Ik ben ontzettend moe. Het is 2:30 s'nachts en ik ben net op de bank in slaap gevallen. Bizar, maar jongens, ik ga lekker slapen dus. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken in deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet niet om hieronder te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik nu lekker tot morgen. Ik ben super verward en moe. En morgen weer een nieuwe vlog. Later. Oeps. Doei.